En de start is gevallen. Bliksemstart aan de binnenkant voor Sophie de Vief. Wat de nummer 1. Spoor houden. En zo gaan ze de bocht in. Spoor houden, wat zou dat in het Frans zijn, vraagt Eiptel zich nu af. En zo gaan de paarden de bocht in. Aan de buitenzijde komt de aanval van de nummer 6. En dat is Sirene de Fugère met Rick Hebbingen. Zo gaan de paarden de bocht hoor. En de paarden kiezen positie. Ze hoeven nou eens een keer niet door het derde spoor. Dat zijn die Franse paarden over het algemeen in dit soort koersen wel gewend. Eén deelnemer blijft wel drie dik hangen. Dat is Ruud de La Roux. Sven Hosten wil graag inparkeren, maar krijgt daar de kans niet voor. En dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat is doorrijden naar voren. En dat doet hij nu. Zo komen de paarden voor de tribune langs door het derde spoor. Komt Ruud de La Roux naar voren. En de leiding is inmiddels overgenomen door Soleil Rivelière. Soleil Rivelière aan kop. Ruud de La Roux op plaats 2. Derde aan de relingzijde is Sirene de Fugère. De vierde plek aan de buitenzijde ligt Franco Vrie met Styriek. En daarachter is het in het tweede spoor de favoriet Sometimes met Christophe Martens. Aan de relingzijde ligt op plaats 4 op dit moment de 1. Dat is Sophie Duvif in de gele kleuren. Zo gaan de paarden de bocht door. Enige deelnemer die op wat achterstand ligt na een kort foutje is Sumo Quick. En voorlaatste aan de start van het peloton Roxana de Barbré. En daar komt de tussenaanval van Martens. Sometime gaat in de aanval. Flitst het hele veld voorbij. Dogar ziet hem ook komen. Maar we zeiden het in de voorbeschouwing al. Deze jongens zitten elkaar niet zo dwars. Als Martens de kop wil hebben, gaat hij hem krijgen. En nu neemt hij hem over. Sometime is de leider. Daarachter op plaats 2 is het dan Soleil Rivelière. En daarachter aan de buitenzijde komt in het tweede spoor naar voren het nummer 11 van Roro de Debuche. Die gaat door het derde spoor, door het tweede spoor, komt nu uit op plaats 2. En zo gaan de paarden de bocht door. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog een ronde te gaan. En aan kop ligt de favoriet Sometime. Die zal nu niet meer af willen geven. Sometime, door het derde spoor komt ook nog een aanval. Dat zal Franco Vrie waarschijnlijk zijn, want die lag er net heel mooi in de koers. En die wil nog wel wat plaatsen goed maken. Zo komen ze voor de tribune langs. En het is inderdaad Vrie aan de buitenzijde. En die mag dan de kop wel weer overnemen. Styriek, dat is een paard waar Martens respect voor heeft. Maar Martens rijdt mee aan de binnenkant. Martens geeft de kop niet af. En zo gaan ze de laatste ronde in. Styriek aan de buitenkant, Sometime aan de binnenkant. En naar binnen kan die niet, Oevrie. Want hij laat, heel mooi, aan de binnenkant het eerste spoor open. Dat staat voor Oevrie. En zo gaan de paarden de bocht door. Sometime, nu weer een halve lengte voorsprong. Tweede plaats Styriek. Nu is mooi naar het tweede spoor gewisseld, Soleil Rivelière. Als hij dit jaar geklopt wordt, heeft hij geen excuus. Want nu is hij er op tijd uit. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Nu gaat het tempo duidelijk omhoog. Oevrie wil de leiding graag hebben. En Martens wil hem zeker niet meer kwijt. We gaan naar de laatste 600 meter toe. Maar aan de buitenkant drukt Styriek nu door. Styriek aan de buitenzijde pakt een halve lengte. Pakt drie kwart lengte. Maar Martens houdt nog steeds het voorbeen ertussen. Zo gaan ze de laatste bocht in en Styriek is voorbij. Styriek, de nieuwe leider, op de tweede plaats. Sometime. En nu gaat in de achtervolging Soleil Rivelière. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. En Styriek begint weg te lopen. Styriek pakt 1-2 lengte voorsprong. In de achtervolging zijn ze nog wel. Maar echt inlopen doen ze niet. Plaats 2 is inmiddels voor Sirene de Fougère met Rick Hebbingen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En Hebbingen aan de buitenkant gaat het proberen. Hebbingen gaat het proberen. Het blijft niet bij proberen. Duval de Ster zei, geef mij een goede rijder. We zeiden, we hebben Hebbingen. Daar komt hij aan. Rick Hebbingen wint hem. Hebbingen wint de Grand Prix Victoria Park. Tweede is Styriek en derde plaats voor Soleil Rivelière.